coole deurbel. Kijk. Goedendag. We zien van L1, programma Onderweg. Mogen we even bij jou op bezoek komen? Ik verstond het. Hallo. Jij woont hier? Ja. Ja? Kent je het programma toevallig? Ik kijk naar televisie. Jij kijkt geen televisie? Nee. Waarom niet als ik vragen mag? Dat ga ik zien. Dat is een goede reden om geen televisie te kijken. Ja. En hoe lang woont je hier als ik vragen mag? Toch niet. Echt waar? Ja. En wie is er zo leuk in het fluiten? Nou, wie is het bruin geweest? Is er mij niet slaan in het slaan? Ik ruik het. Ik ruik niks. Nee? Van Johan niet. En wie komt dat? Mogen we even binnenkomen? Ja? Oh nee. En wat is er goeie... Goedemorgen. Kijk eens aan. Ja. Dat is een keer. Dat is nog eens handig verplaatsen. Ja, dat voelt wel, hè. Vaker gedaan. Ja. En dat de meeste mensen het wel zo doen, hè? Nou ja, ik ben geen bouwvakker. Nee, dat scheelt alweer, hè. Hé, hey, want hier hebben we muziek. Mogen we ook even mij nog bijvoorbeeld een hof even boeten? Ja, dat is wel te zien, dus. Er is steeds maar niks aan gebeurd. Maar ik vond een hof wel leuk om te zien, want daar heb je eigenlijk van alles verzameld, of niet? Mij is weg. Oh, dus jij hebt al opgeruimd? Ja. Oké. Okay. Mag de muziek even wat zachter? Ja? Anders kan ik meneer niet verstaan en hij mij niet. Dat klopt. Hey, maar dat is voor u natuurlijk gesneden koek, maar dat is wel een hele handige manier om alles waterpas te hebben. Hè? Ja, dat is perfect, zo'n laser. Je hoeft geen streepjes meer te zetten. Nee, je kunt hem gewoon zo houden zoals het is. En dan aan de lijn, aan de laserlijn en dan de lap eraan zetten op die hoogte. Maar ik hoor net van meneer dat hij brandschade heeft gehad. Ja, meneer heeft brandschade, ja. Is dat voor u, dat doet u wel vaker, het herstellen van brandschade? Het gaat via meneer en de verzekering die regelt dat. God. Wat is er gebeurd dat je brand hebt gehad? Was kortsluiting. God, ja. En word je toes op dat moment? Wel, ik had geen stroom meer. Nou, ik ging naar de kennis, die meer verstand had de stroom. En weer terugkwam. Binnenkwam, als hij op de voordeur aan boen ze. Als hij van de brandje had, was hij even op bezoek. Hier is brandje, ik ruik het. Hij heeft de brandje mij gebeld. Dus je wordt... Op het moment dat er brand uitbrok, wordt je niet toes. Nee, klopt. Of die leiding is langer kapot geweest, dat ze langzaam gesmuld is. Ken ook. Ja. Anders was de zekering dan niet goed. En wat heeft de brandweer het snel kunnen blussen? Ja, is zo. Want het scheen nog een heel deel. En hoe groot was de schade? Weet ik niet. Maar dan moest aan een verzekering proberen. Ja, nee, ik bedoel niet in geld, maar wat wordt er beschadigd? Ja. Is een deel van brand en een deel van zijn met goed. Ah ja. Alles is weg. Echt hoor? Ja. Het ganse hoes is leeg. Het ganse hoes is leeg? Ja. Jee. En u helpt meneer bij het herstel van eigenlijk alles? Nee, ik ben gewoon via bouwbedrijf Geurt zijn wij hier in verband met de verzekering. Ja, wat moet je zeggen? Dat is niks, man. Verzekering en Geurt zijn regelen de ganse kant.
Ja. En mijn dochter niet. En die is niet hier. Waar is ook dochter nu? Ja, die is bijzonder het boodschap. Ik ga een boodschapje doen. Maar woont die ook hier? Nee. Nee, maar die woont wel op een Reuver. Oh niet. Oh niet? Maar wel in de buurt? In Kessel. Oké. Okay. Hoeveel kinderen heb je? Twee. Maar je woont hier alleen? Ja. Goh, en? Op dit moment niet, hè? Op dit moment woon je niet. Nee. Want waar woont je op dit moment dan? Bij de dochter. Bij de dochter. Nou, dat is dan toch wel fijn dat je die wel een beetje in de buurt hebt, hè? Dat klopt. Aan de andere kant kan ik me voorstellen dat als ze al 80 jaar hier in dit huis woont... Wat zijn die erg? Dat het kloten is als ze die huis zoeken moest. Dat klopt, maar je hebt heel anders. Mag ik vroeger wie altijd gezien? 80. Dus je ziet hier geboren? Ja. Goh. Dan is dit huis ook wel heel belangrijk voor oog. Ergens, ja. Ja, ergens. Wat heb je altijd gedaan, als ik vroeg me, wat heb je voor werk gedaan? Ik ben eerst heb ik zo'n geld gehad, later heb ik geboord. En ik ben toen ziek geworden. En heb ik een paar keer in het ziekenhuis gekregen en koe. En daar heb ik aan de kerel ook aan te danken. Want dat moet ik ook vragen, wat is er met jouw stem gebeurd? Mijn nachtpiep was bijna toegegroeid. En toen hebben ze bij gepakt aan de kerel gepraat, de eerste keer in Goot. En de tweede keer is het stembandje op twee plaatsen gebroken. En ze hebben één gehoord. En het papier klopt alles, alleen klopt de praktijk niet. En later, weer langer nog geleden, zouden ze nu even het grootste zeggen. Jouw operatie is helemaal mislukt. Dus ik ben mijn ganse leven eens. Wanneer was die operatie? Toen waren de kinderen klein. Dus dat is 40 jaar geleden, zo gaat het? Ja. God, mijn jaar. Dan heb je... pech gehad. Ja, nou, je hebt enorm veel pech gehad. Want ja. Je zegt net van, ik ruik niks of weinig. Ik schaal al jaren niet. En die slechte oren, heb je die ook al zo lang? Dat duurt ook niet. Ik heb geen troon. Geen tronen? Nee, geen. Maar dat is... Ja, kijk, ik denk dat ik alweer wat je nou gaat laten zien. Want als er geen troon is, dan moest ze toch... Druppelen. Wat zien de leuke dingen in nog leven? Ja. Naar de radio luisteren. Dat is het meeste. Naar de radio? Ja. En hoe luistert, welke zender luistert je hier? Niet alleen. Oh, heerlijk is dat. Als mensen eerlijk zien. Ja, fijn. Eerst luister meestal op politiek en dat volg je niet. Dat volg je Geer of niet? Ja, Geer. Geer? Ja. Oké. Okay. Dat is echt de oren wassen en zo prachtig groen om de hele tijd bij je springen. Oh, dat vind je leuk? Dat ze, ja? Oh, dat is niet, dan ziet je vast een zekere Mark Rutte fan, want die kan enorm goed om de eitenbrei heer draaien. Dat niet, maar ergens door de man snel. Dat klopt ook alweer. Ze noemen hem niet voor niet, niet voor niks Teflon Mark, hè? Alles glijdt van hem af. Je zit sorry en je giet gewoon weer verder. Die kennen de ganse dag weer praten van de koffiepot zonder weer koffiepot te nemen. Ook dat klopt weer. Goh. Ja. Hé, dus radio luisteren en... nou ja, volgens mij als ik de binnenplaats heb gezien... verzamelen doet je ook hier. Dat heb ik eerlijk gedaan. Het meeste is weg, dus... En waarom is het meeste weg? Ja. Ik kan nog wel een plaats maken. Ja. Dus... Ik heb het niet gehad, in feite. Een 80 jaar moest ik nog meer op een nek horen, als dit. Ja, daar heb ik ook alweer gelegen. En, maar doet je nog zelf een beetje koken? Ja, nu niet meer. Eerst wel. Dus voor de brand deed je nog wel gewoon een beetje koken? Ja.
Ja? Wat vind je lekker? Van alles. Mensen, wat de potje heeft. Ik neem aan dat je getrouwd ziet geweest. Klopt. Waar is ook wederhelft? In Israël, dat doe het. Dus dat zal ook wel een klap zien geweest voor jou? Ja, die veel ook zo om. Kleine kapatsboom weg. Mijn hemel, je hebt aardig wat voor de kiezen gehad. Ja. Dat doet toch niks aan. Maar als dadelijk het huisje weer fijn is, dan zit je weer goed. Dat hoop ik. Dan hopen we je met op mij.